De recente aankondiging van eerder dat hij de visserijvloot met harde hand wil saneren, heeft in de visserijwereld natuurlijk veel kwaad bloed gezet. Maar dat het protest zo uit de hand zou kunnen lopen, zou ook hij niet hebben gedacht. Het scheepsverkeer in de petroleumhaven van Rotterdam is vrijwel geheel tot stilstand gekomen. En er wordt zelfs gesproken over het mogelijk ontruimen van een deel van de stad. De politie heeft uit voorzorg vast een groot deel van de Rotterdamse haven afgesloten. De pers en nieuwsgierigen worden op grote afstand gehouden. Hoewel er van officiële zijde tot nu toe nog geen mededelingen worden gedaan, hebben collega's van de lokale omroep in Rotterdam uit afgeluisterd radioverkeer tussen het visserschip en de wal begrepen dat het schip inderdaad in een drijvende bom is veranderd. En dat de schipper eist dat de harde sanering van de visserijvloot die de regering heeft aangekondigd, Marten Broekhuis, niet doorgaat. Ja, hallo. Hij schijnt ook geëist te hebben dat minister ja, van Eerder zelf naar. Bij hem aan boord komt om het terugdraaien van de sanering te bevestigen. Over een half uur? Zoals gezegd, wachten we nog steeds op een bericht van officiële. Nee, geen probleem. Om deze informatie bevestigd te krijgen. Is hij erg kwaad? Ondertussen zal het in ieder geval duidelijk zijn dat een explosie op deze plek een ramp zou kunnen veroorzaken. Wat als die vent zichzelf en de halve petroleumhaven de lucht injaagt? Hè? Mag ik in de Tweede Kamer gaan vertellen hoe het zover heeft kunnen komen? Wie weet willen ze zelfs een parlementaire enquête. Daar zijn ze tegenwoordig toch eens op dol op. Niet meer van dat slappe CDA-gedoe. Een frisse wind door het ministerie. Hoe heb ik in vredesnaam ook naar jou kunnen luisteren? De Kamer is akkoord gegaan. Ja, maar niet van harte. Als we die milieueffectrapportage niet zo zwaar hadden aangezet, had het plan het geheid niet gehaald. De voordelen voor het milieu zijn ook aanzienlijk. Milieu. En die man daar met geweld weghalen is echt geen optie? Hij ligt midden tussen de olietanks. Als die de lucht in gaan, dan komt er niet eens meer een parlementaire enquête. Dat is mijn politieke dood. Scheveningen Radio? Ja, ik wou graag een gesprek aanvragen met de Josina, de Wieringen 65, in de buurt van Rotterdam. Ja, dat is goed. Zal die wel uitluisteren? Ik heb zin om die oude gek eens goed de waarheid te zeggen. Ik praat met hem. Jullie maken toch alleen maar ruzie. Kom op, ma. Ga niet een potje lopen janken, hè? Ja, we zullen toch met die vent moeten gaan praten. Waarover? Ja, weet ik veel. Aanpassingen, flankerend beleid om de effecten van de sanering wat te verzachten, de bekende riedel. Dan kijkt hij doorheen. Ha! Iedereen heeft zijn prijs. Dat zou nog wel eens tegen kunnen vallen. Oh ja? Jij bent toch degene die altijd roept dat het die vissers alleen maar om de centen te doen is? Maar als ze zich wat in hun hoofd halen, dan zijn ze er niet gemakkelijk mee vanaf te brengen. Dat is waar ook. Jij komt uit zo'n dorp. Nou en? Als we jou nou eens naar die vent toesturen? Om namens mij met hem te onderhandelen? Ik? Ja, jij kent die lui. Jij weet hoe ze denken. Mijn vader was hoofd van de school, geen visser. Iemand moet het doen. Een vrouw. Wat maakt dat nou uit? Oh, zo'n conservatieve man. En dan een vrouwelijke onderhandelaar. Precies, dat verwacht hij niet.
Zoals de meeste mannen zal hij geneigd zijn haar te onderschatten. Daar kan zij haar voordeel mee doen. Ik ben me iets verschuldigd. Bluft hij alleen maar? Een duizendponder. Hoe komt zo'n man eraan? Ja, die krijgen ze regelmatig in de netten. Meestal roepen ze ons er dan bij. Daar krijgen ze 2 mil premie voor. Maar deze heeft kennelijk besloten om hem te houden. Een paar vaten diesel erbij gezet. Nou, gaat een flinke klap geven. Als hij hem laat vallen, dan ontploft hij. Ja, dat weet je nooit. Hè. Fijn. Je bent hartstikke gek. Ik weet zeker dat die griezel van een Westra nu zijn kans raakt. Dit is de gelegenheid voor hem om een wit voetje bij Van Eerde te halen. Een beetje paranoia is gezond, maar je kunt ook overdrijven. Die man heeft het gewoon nooit kunnen hebben dat Van Eerde luistert naar de adviezen van zo'n boertrut. Nou. En hij is trouwens niet de enige die er zo over denkt. Oh, en daarom ga jij op een drijvende bom onderhandelen met een of andere gestoorde idioot? Ja. Veel succes. Ja, die man weet wel waar die gaat liggen. Hij blokkeert de hele petroleumhaven. Ja, maar als het fout loopt en een van die terminals vliegt in brand, hè? Voor je het weet kunnen we de halve stad evacueren. Ja. Misschien lukt het er om die vent om te kopen. Loopt de hele zaak alsnog met een sisser af. Ik mag hopen van niet. Hoezo? Die vent die zal er toch goed dan ook weg moeten? Tuurlijk. Tuurlijk. Maar dat is allemaal een kwestie van timing. Als wij het goed spelen, bewijst onze kamikaze visser ons misschien zelfs wel in dienst. Voorlopig moet die boot er nog maar even blijven liggen. Nu 3 tankers voor anker. Die man moet hier weg. Door de boel de lucht in te laten vliegen. Zoiets verwacht je toch niet van een Nederlander. Je kunt nu met hem praten. Überhaupt nog wil. Zijn naam is Jan Zijlstra. Hij is 55, getrouwd, 3 kinderen, 2 dochters en een zoon. Hij woont in Den Oever. Den Oever? Ja, hij is hervormd lid van de kerkraad sinds 15 jaar. Schipper-eigenaar van de Josina. Zijlstra, dit is Marten Broekhuis. In iemand anders ben ik niet geïnteresseerd, zei ik toch? Wilt u dan niet horen hoe de minister op uw eisen heeft gereageerd? Haast heeft hij niet. Dat hoor ik liever van Eerde zelf. De minister kan daar onmogelijk op ingaan. Wilt u nou iets bereiken of niet? Ik ben gemachtigd namens de minister te spreken. Zeg het maar. Wat hebben jullie te bieden? Niet over de radio. Zijlstra? Zolang hij de zendknop ingedrukt houdt, hoort hij je niet. Wat onhandig. Goed, kom dan maar.
zeker weten dat u geen wapen bij zich heeft. Goed zo. Kom maar achterom. Kijk uit voor die drempel. Marten Broekhuis. Kom maar gaan zitten. Het spijt me van die overval. Ik kan u verzekeren dat het absoluut niet van ons afkomstig was. De minister die wil dit probleem juist door middel van overleg oplossen. Probleem? Wat u van ons verlangt is een probleem. Dat ziet u toch ook wel in? Gewoon doen lijkt me. Zelfs al zou de minister dat willen en kunnen, dan zou het uitstel en geen afstel zijn. Aan de overcapaciteit in de visserij moet iets gedaan worden voordat er niets meer te vissen valt. En wij mogen creperen. Dat is niet waar en dat weet u. De premie die de vissers wordt geboden is heel ridicul. Het enige wat ik wil, blijven vissen. Omdat er geen vis meer is. Denkt u dat wij achterlijk zijn? Niet achterlijk. Wel kortzichtig en onverantwoordelijk. Dit gesprek lijkt nergens toe. Deze actie ook niet. Laat me helpen. Niemand wil dat dit uit de hand loopt. Jullie hebben mij niets te bieden. Dat is niet waar. De minister is bereid de hele regeling nog eens tegen het licht te houden. Het flankerend beleid, hoogte van de premie. Ik ben niet te koop. Dat bedoel ik ook niet. Ik wil alleen maar zeggen dat geld geen probleem hoeft te zijn. Ik geef jullie nog 24 uur. We kunnen hier geen enkel begrip van opbrengen. Al jaren houdt de visserijwereld zich niet aan de gemaakte afspraken. Wordt zonder pardon jacht gemaakt op de laatste vissen die nog in de Noordzee zwemmen. Wij vinden dan ook dat de regering onverkort aan het voorgenomen beleid moet vasthouden. Ja, dat hoor je niet vaak. Dat onze linkse vrienden zo pal achter het regeringsbeleid gaan staan. Ja, jouw aanpak schijnt te werken. Laat anderen maar maatregelen roepen. Ondertussen loodsen wij het schip van staat kalm en vastberaden door de woelige baren. Excuseer de vergelijking. De persconferentie straks. Vooral veel begrip voor de problemen van de vissers. Lont uit het kruidvat willen halen. Tuurlijk niet zwichten voor chantage, et cetera, et cetera. Westra? Ja, geef maar. Maarten. Vrij gang. Nee, de grote roerganger is er even niet. Je zult het bij mij moeten doen. Ja? Geen land mee te bezeilen. Hij laat zich in ieder geval niet omkopen. En als hij niet binnen 24 uur zijn zin krijgt, dan boem. Ik wou maar naar de zaak komen om te overleggen hoe we nou verder moeten. Momentje. Lijkt me geen goed idee. Ze zou het maar voor de voeten lopen. Ja, wat moet ze dan? We kunnen er moeilijk zomaar naar huis sturen. Dat was van eerder op de andere lijn. Wij vinden alle twee dat we het nog niet op moeten geven. Zeg, is het een idee om naar dat dorp te gaan waar die man vandaan komt? Nou, om te proberen iets van die man te weten te komen. Misschien zijn familie in te schakelen. Ten slot van rekening heeft zijn vrouw nog geprobeerd hem ervan af te houden. Nee, ik heb daar geen ingang. Nooit gehad.
Nee, natuurlijk niet. Als jullie dat graag willen, dan ga ik er wel naartoe. Maar verwacht er niks van. Oké. Zak. Zo. Die is wel even zoet. Hoe staan de voorbereidingen in Rotterdam? Over 12 uur kunnen ze klaar zijn. We staan open. We zullen dus uiteraard ons uiterste best doen om die pijn zoveel mogelijk te verlichten. Maar u moet ook begrijpen dat onze handen gebonden zijn in Europees verband. Waarom zou ik u helpen? Niet mij, maar uw man. Die kan heel goed voor zichzelf zorgen. Ik begrijp niet waarom u zo onwillig bent. U heeft zelf nog geprobeerd uw man van deze actie af te houden. Ze willen jou gebruiken om vader te bewerken, verder niet. Willen jullie soms dat jullie vader zichzelf opblaast? Meer dan 30 jaar hebben we gezwoegd. Iedere cent in het bedrijf gestopt. En dan eindigt het zo. Er wordt te veel gevangen. De vis raakt gewoon op. Dat hebben die biologen al zo vaak gezegd. Er klopt helemaal niets van. Er zit vis zat. En zelfs al zou u gelijk hebben, dan zijn er nog andere manieren om dat duidelijk te maken. Ze hebben toch nooit naar ons geluisterd? Maakt u zich dan geen zorgen wat er met Jan kan gebeuren? Als hij vindt dat hij deze weg moet kiezen, dan ga ik daar niet tegenin. En al helemaal niet om u een plezier te doen. Dus hoe denken jullie er allemaal over? Jij ook? We zijn het allemaal eens. Ik heb begrepen dat u nog een zoon heeft. Waar zou ik die kunnen vinden? Die werkt op de afslag. Maar nu zal u helemaal niet helpen. Waarom niet? Hij en zijn vader, dat is water en vuur. Ik geloof dat alles nou wel gezegd is. Dat ik er een goed gevoel bij heb. Is er een alternatief? Ja, kunnen we niet beter wachten waar Marten mee komt? Maaltje ondermaatse vis, meer zal het niet wezen.
heren. Vol 4, 4 gulden, 3,99. Vol 3, 5 gulden, 4,99. Hoevenwis. 40 gulden, school. 2, hier gaat die 6 gulden, 5,99. Hoeven. Kan ik u ergens mee helpen? Ik ben Marten Broekhuis van het ministerie van Landbouw en Visserij. Broekhuis? Marten Broekhuis? Ik heb uw vader goed gekend. Maar toen was u nog een klein meisje. Hoe gaat het met uw moeder? Het gaat goed met haar. De zoon van Zelstra zou hier ergens werken. Weet u ook waar ik hem kan vinden? Oh, die werkt in de filerderij. U bent er langs gelopen op weg hier naartoe. Dank u wel voor alle moeite. Ah! Zeg stond in je ogen, stom wijf! Sorry hoor, ik had u echt niet gezien. Rot toch op naar Den Haag, je stomme trut! Nee, Jeroen Zijlstra. Dat ben ik. Marten Broekhuis van het ministerie van Landbouw en Visserij. Kunnen we niet ergens anders praten? Is er wat gebeurd? Ik wil begrijpen waarom jouw vader doet wat hij doet. Ik kan jou niet helpen. Wat is er nou werkelijk aan de hand? Er moet iets zijn, anders doe je zoiets. Ik weet van niets. Volgens mij lieg je. Wat? Wat mijn vader doet of laat, daar heb ik helemaal geen ene moe mee te maken. En als jij daar niet op donder, dan zet ik jou er zelf uit. Zodem ik erop. Imago van de Rotterdamse haven oploopt als deze kamikaze-actie niet snel wordt beëindigd. Hoewel er van officiële zijde nog steeds wordt gesproken over pogingen de zaak door overleg op te lossen, mogen uit deze beelden duidelijk zijn dat de voorbereidingen voor een gewelddadig ingrijpen door de politie in volle gang zijn. Of het ook daadwerkelijk zover komt, kan je me met Van Eerdendorp verbinden? Niet te zeggen, maar de tijd voor onderhandelingen lijkt voorbij. Als men daadwerkelijk tot ingrijpen besluit, zal het een bijzonder moeilijke en gevaarlijke operatie worden. Een explosie tussen de olieterminals zou fatale gevolgen hoezo kunnen niet hebben. Uit voorzorg zijn daarom de bewoners van de huizen in de directe omgeving van de petroleumhaven in ieder geval al geëvacueerd. Voorlopig is alles dat heb Westra zeker gezegd. Haven. Maar zodra zich echt een nieuwe ontwikkeling voordoet, het is wel goed zo. U daar een extra journaal uitzending verslag van doen. Nog nooit eerder een vrouw gezien? Oh, ik dacht ook al, wat ruik ik toch? Oh, oh, oh. Leuk hoor. Als je je hier bevalt, dan kan je maar beter weggaan. Als ik jouw advies wil hebben, dan vraag ik dat wel. Alsof jullie ooit naar ons hebben geluisterd. Luisteren? Waarna? Ja, als jullie je gang laten gaan, dan zwemt er over een paar jaar geen vis meer in die Noordzee. Wie zegt dat? Wordt er nou te veel gevangen of niet? Maar door wie? De Denen die vissen alle kleine spullen weg voor de vismeelindustrie. Ook de jonge haring en de kabeljauw. En daar heeft helemaal niemand het over. Net of jullie zulke lievertjes zijn. Jullie laten ook zo hele partijen vis verdwijnen. We moesten jouw soort laten verdwijnen. Nee. Zo'n mooie wijf. Zou zonde wezen. Een intellectuele graten kut. Wat moet je daar nou mee? Dat heb ik nou altijd wel willen proberen. Hé, hey, zo kan hij wel weer. Nou, gewoon over de muur ermee. Dan gaan ze naar die vissen toe waar ze zo bezorgd om is. Nee, lul. Kijk maar naar het Denenwerk.
Ja, nou, ze hebben wel begrepen, ja? Kom maar mee, hup. Ja, denk je wel even naar de auto, hè? Verrader! Nou, waar staat hij? Ja, daar. Bedankt, hè. Oh, nee, hè. Stukje tuig. Om een schroef te ringen. Waar kan ik hier een taxi krijgen? Nou, aan het eten. Rijdt er nog een bus of zo? Hier? Nu een bus? Ik moet hier weg. Nou ja, kom maar. Tuig. Neandertalers. Kom je hier dan doen? Hè? Je vader dreigt zichzelf in de halve Rotterdamse haven op te blazen. Wat dacht je dat ik hier kwam doen? Eén visser meer of minder? Kunnen jullie dat iets schelen? Tegen zoveel vooringenomen domheid valt niet op te praten. Wat doe je nou? Hup, eruit. Ik stap hier niet uit, hoor. Nou, deze Neandertaler, die rijdt in ieder geval niet verder. Vind je het dan niet ongelooflijk stom om je vader zo te laten barsten? Ach, mens, je weet helemaal niet waarover je het hebt. Ik ben hier geboren en getogen. Ik weet heel goed wat hier speelt. Oh ja. Jullie wisten anders niet hoe vlug je weg moest komen naar de dood van je vader. Ja, herinner je mij misschien niet, maar ik herinner me jou nog heel erg goed. Jullie hadden het toch altijd over die achterlijke visserlui? Dat is niet waar. Nee? Nou, ik weet niet wat jij doet. Je blijft maar lekker zitten. Ik ga even een balletje doen. Loop nou niet weg! Lafaard! Jullie doen altijd wel heel stug en stoer. Maar in feite zijn jullie alleen maar bang. Bang voor alles wat anders is. Bang voor alles wat nieuw is. Moest maar beter blijven zoals het was. Jij lult uit je nek. Waarom wil niemand mij dan helpen? Kom op, er is hier meer aan de hand dan alleen een sanering, anders dan doe je zoiets niet. Ik kan jou niet helpen! Dus je vader moet zichzelf maar in de lucht laten vliegen. Ik ben wel de laatste naar wie die zal luisteren! Hoezo? 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 Omdat het mijn schuld is dat hij nou in Rotterdam ligt! Jouw schuld? Ik heb hem verraden! Ik zou hem opvolgen als schipper en nou loop ik klote vissen te fileren! Weet je die niet op? Waarom ben je gestopt? Weet ik veel. Gewoon. Kleine visserman, die moet gewoon verdwijnen. Veel te lastig volk. Als ze zich wat meer aan de regels hadden gehouden. Nou, die moeten mij wel ontduiken om in leven te blijven. Want het allereerste dat ze ons zien is een soort halve criminelen. Wat je vader nou doet gaat wel wat verder. Ga met me mee. Het belangrijkste is nu dat hij met deze waanzin ophoudt. Als hij dood is,
kan je zelfs geen ruzie meer met hem maken. Maar nog een pilsje. En doe nog maar een balletje. Wilt u het bord weer vrijmaken? Man, dit is niet het moment om formeel te gaan doen. Ik heb de zoon van Jan Zijlstra bij me. Zijlstra? Ja? Zijlstra! Erg behulpzaam zijn ze hier niet. Ja, de pers weet al dat de zoon van Zijlstra er is. Ik moest iets zeggen, anders was ik geen even binnengekomen. Nou, dat risico wil ik wel lopen. Oké, goed. Hier is die. Mertens. Goed, ik heb het begrepen. Ja. Zij hier. Waarom vraagt u dat niet aan hem? We hebben elkaar niets meer te zeggen. Jeroen maakt zich vreselijk zorgen. Is die sanering van de baan? Ik heb met de minister gesproken. En hij heeft mij verzekerd. Dus jij denkt dat je hiermee wegkomt? Jij moet je bek houden. Recht van spreken heb jij verloren toen jij mij de rug toekeerde. Het recht. Het recht. Oh, en jij hebt het recht om hier de hele boel op te blazen. Hé, mama, wat heeft die voor recht? Joke, Jolanda, wat moeten die dan? Hm. Die klanten die heeft toch nooit toestemming dat wij doorgaan op oude voet? Stop met vissen en pak die premie die ze ons aanbieden. Wat dan? De hele dag thuis achter de geraniums zitten. Wij verbouwen die kotter. We doen hem in de verhuur. Huppatee met sportvissers de zee op. Dat nooit. Ach, kom op. Dan geen gezeik meer over vangstbeperkingen. Heb alleen de zee op. Jij bent eigen baas hier. Handje contantje, geld in je hand, man. Nooit. Zeik toch niet, eerlijke. Zeik, godverdomme. Vloek niet. Zeik niet, man. Ouwe lul. Ga een beetje met je tijd mee. Jeroen. Ach, Jeroen. Op, man. Ik wil die minister hier aan boord zien. Met harde toezeggingen. Zwart op wit. Dat kan niet en dat weet u. Dan zijn er gevolgen voor jullie. Dan zijn er gevolgen voor jou. Daar buiten staat een half leger klaar. Spaar u de moeite. Zo gemakkelijk geef ik niet op. Maar ik wel, zeker.
man, ik haat die fileerderij. Ik haat het om iedere avond voor de televisie thuis te zitten. Dat vrije vissersbestaan, dat is over. Dat vind ik net zo erg als jij, maar ik pas me aan voor mijn vrouw. Voor mijn kind. Ik wil gewoon niet dat je doodgaat. Pik je echt niks op? Het is en het blijft een leugen. Zelfs al zou ik aan boord komen. Hoe lang kan het dan nog duren? Die sanering komt er toch. Wil je soms dat het op een bloedbad uitloopt? Als jij je belofte geeft, dan gelooft hij dat. Jij snapt dat niet. Dan zou ik hem toch weer verraden. Als je daarmee zijn leven redt. Als ik u nou mijn woord geef dat die sanering wordt uitgesteld. Ik weet zeker dat de minister daarmee akkoord gaat als u deze actie stopt. Dan heeft u toch al ongelooflijk veel bereikt. Dus jij komt weer aan boord? Ja. Zolang het duurt, hè. En je weet nooit hoe lang iets duurt. Maar ondertussen kan er overlegd worden, gestudeerd op andere maatregelen. Dit is het maximaal haalbare. Nou, dan is het afgelopen, hè. Dan stoppen we ermee. Als de minister publiekelijk bekend maakt dat die sanering wordt uitgesteld, dan geef ik mijn actie op. Bedankt. Volstrekt onmogelijk. Alleen uitstel. Geen afstel. En er is niks over gezegd hoe lang dat uitstel dan moet duren. Het is hoe dan ook toegeven aan chantage en dat is een ontoelaatbaar precedent. Zijlstra daar met geweld weghalen is ook geen optie. Ik begrijp trouwens niet hoe het zelfs maar overwogen kan worden, midden tussen die olietanks. Die zijn leeg. Wat? Ja, tuurlijk. Meteen leeggepompt toen die gek daar ging liggen. Jullie zijn van het begin af aan uit geweest op een harde confrontatie. Maar het moest erop lijken of jullie ertoe gedwongen werden. De spanning zo laten oplopen dat iedereen wel om ingrijpen vraagt. Waarom? Wat ik je nu ga vertellen, mag deze kamer niet verlaten. Als dat bekend wordt, dat wordt mijn politieke dood. En jij kan ook je biezen pakken, is dat duidelijk? Ik heb in Brussel achter de schermen een deal gesloten. Als wij de kleine rondvisvisserij saneren, dan worden de boomkorvissers en de hektrollers met rust gelaten. Maar de quota voor platvis zijn toch ook omlaag gegaan? Dit jaar, voor de vorm. Die gaan volgend jaar weer omhoog. Het was kiezen of delen. Of de kleintjes eruit. En op die manier tenminste het grootste deel van de visserijindustrie redden. Of wel de pijn gelijkelijk verdelen, maar dan was de hele sector erop achteruit gegaan. En de vangstbeperking? Het milieu? Wij hebben ervoor gekozen daarin geen gidsland meer te zijn. Ja, je kent het motto van deze regering toch? Werk, werk en nog eens werk. Ik zie dat je onze zorgen nu beter begrijpt. Ik kan die sanering onmogelijk uitstellen. Dan gaat die hele deal niet door.
Maar ik kan ook niet in de Kamer gaan vertellen waarom uitstel onmogelijk is. Want we hebben die sanering juist op de milieuaspecten verkocht. Ga naar huis, Marten. Neem een weekje vrij. Wij laten die Zijnstraal wel weten dat er van uitstel geen sprake kan zijn. En? Het is gelukt. Ik moet met je vader praten. Wat is er gebeurd dan? Het terrein komen we niet meer op. We moeten met hem praten. Ik weet wel wat. Binnenvaren. Alle boten moesten uit het zicht. Wat doen we nou? Wachten? Nee, ze mogen de kotter niet bereiken. Die bom laten vallen. Of juist niet! Die bouwt er weg nu! Anders laat ik die bom alsnog vallen. Vermoord. Klootzakken. Ik meen het. Wat wil je? Nou, dat merk je wel. Die politieboot er weg. Nu! Meteen! Thank you.
Het spijt me. Hoort iemand mij? Zeg het maar. Hij wil een vrije aftocht om zijn vader met de kotter naar huis te brengen. Ik moet aan boord blijven zodat jullie geen rare dingen doen. Binnen 1 uur wil hij antwoord. Alsjeblieft, doe wat hij zegt. Zoiets? Dus iedereen kan met het radioverkeer van die kotter meeluisteren. Dan is de pers dus ook precies op de hoogte. Laat ze dan in godsnaam maar vertrekken. Hopelijk houdt ze dan verder de mond. Daar zou ik me niet op rekenen. Nee. Die sanering kunnen we nu wel vergeten. Ach, gebeurde het 10 jaartje later. Onder uw opvolger. Esther. Ja, die is er. Torentje.